deze plaats is voor mij met kerst, en misschien ook wel altijd, heel belangrijk voor mij, omdat ik dus geboren ben in de Nachtegaalstraat, maar hier op het Janskerkhof eigenlijk heel bewust mijn jeugd heb beleefd. Een jeugd die heel goed en gezellig was en waar ik ook met vreugde aan mijn ouderlijk huis terugdenk, wat op het Janskerkhof nummer 20 was. En daar bij de Janskerk, waar dan ook vaak ook het Leger des Heils stond te zingen met zijn kerstliederen, maar ook ons eigen ouderlijk huis waar we met een kerstboom in een huiselijke sfeer kerstfeest vierden met elkaar, dan denk ik dat juist deze plaats hier in Utrecht op het Janskerkhof voor mij een heel belangrijke plek is en ook een hele sfeervolle plek is met kerstfeest. Water loopt in de mond, hè, hier. Nou, ja, dit moet je kunnen koken, hè. Dat is mooi, hè. Kan ik niet. Kan ik niet. Verder. Hoi. Had u verse kalkoen, hè? Dat heb ik. Zo. Hier hele grote, 7 kilo. Kan dit voor de NCVL, dit blote spul? Toen ik de meiders gevraagd werd, waar wil jij, waar krijg jij een kerstgevoel bij, dan is dat toch voor mij bij het Leger des Heils. Bij die mannen en vrouwen die langs de kant van de straat staan met die bak. Die zo mooi, zo'n ketel die daar hangt. Daar kun je geld in gooien. En het is altijd mooi versierd. En het, ik weet niet, het had altijd iets warms voor mij. En toen dacht ik, nou weet je wat, dat is eigenlijk ook een beetje een wens. Ik ben nog nooit bij het Leger des Heils echt achter de schermen geweest. Ik ben nog nooit in zo'n opvangzaak geweest. Ik zou een erg warm gevoel krijgen als ik voor een aantal mensen van het Leger des Heils, waar het Leger des Heils zegt van nou, dat zijn echte mensen die het erg moeilijk hebben, om daar eens één keer voor te koken. Ding in the bora sonde, ding in the bora sonde, ding in the bora sonde. Dit is de EBG-kerk, Evangelische Broedergemeente, in Zeist. En het is een kerk wat eigenlijk altijd weer het beeld teruggeeft van hoe de Evangelische Broedergemeente kerken eruit zien. Hier heeft zoveel weg van Suriname. Althans, de kerk in Suriname. Dat ik het eigenlijk een beetje als een soort surrogaat heel goed kon gebruiken. Kerst in Suriname begint dus eigenlijk met een kerkdienst op kerstnacht. De 24ste. En dat is werkelijk spectaculair. En dat beleef je eigenlijk hier in Nederland. Precies zoals je het in Suriname beleeft. Want je bent met z'n allen in de kerk op de 24ste. Ik moet eerlijk bekennen dat eigenlijk de 24ste december, de kerstviering, kerstnachtviering in de Evangelische Broedergemeente, voor mij echt kerstfeest is. Dan heb ik eigenlijk al kerstfeest gehad. Leger des Heils is helemaal niet beter als de kerk. Mijn vader was dus Rooms-Katholiek geworden in 1925. En met hem ben ik wel mee geweest naar de kerk. En dat vond ik wel fijn, maar omdat het toen nog in die tijd in het Latijns ging, heb ik de echte boodschap daar niet verstaan. Ik vond het leuk met hem mee te gaan. Hij speelde orgel en mocht boven bij het orgel zitten, kon het allemaal goed bekijken. En dat vond ik prachtig, maar ik heb het toen niet begrepen. Waar ging het om? Mijn moeder ging naar de hervormde kerk, maar dat is dan toch ook soms te zwaar en te weinig voor een jong meisje, voor een kind, als begrip, dat ik dacht eigenlijk niet dat ik toen al de geestelijke waarde van begreep. Nou, ik kwam bij de openluchtsamenkomsten van het Leger des Heils tegen de Janskerk aan, naast de brievenbus,
En daar heb ik dus de boodschap van het evangelie eenvoudiger gehoord. Het was meer simpel. De God die mij lief heeft, heeft u ook lief. En ik woonde daar aan de overkant. Ik had nooit bewust bij die openlucht staan luisteren. En in maart 1931, was ik bijna 18 jaar, heb ik daar voor het eerst geluisterd. En toen ging er iets bij mijn leven dat ik zeg dat is dan het wonder van de geest van God die inspreekt in jouw geest, dat het voor mij echt de waarde kreeg. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. Je moet die grote mok op hebben. Het is niet zo dat ik elke kerst langs de straten ga en kijken of ik mensen die het wat minder hebben kan helpen. Dat doe je het hele jaar door in principe. Maar ja, ik vind het toch altijd een beetje. Bij mijn ouders thuis was het altijd zo, er werd altijd verschrikkelijk lekker eten gekookt. Er kwam altijd wat meer aandacht bij te pas voor het eten. En daarna was het altijd allemaal gezellig zitten, samen afwassen en weet ik veel wat. Maar je had toch het gevoel dat je samen wat deed. En er werd toch altijd wel gepraat over dingen. Gepraat over dat je toch mazzel moet hebben dat je er zat. En mijn ouders waren altijd mensen die het geluk met beide handen aangegrepen hebben. Nooit rijk zijn geweest, nooit niet echt een dikke mazzel gehad. Maar ze hebben elk klein ding weten te waarderen. En dat hebben ze toch geprobeerd op ons over te brengen. En volgens mij is het wel aardig gelukt hoor. Want we zijn best wel begaan met dingen die gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ik elke dag de ellende opzoeken. Even kijken hoor. Nee, eerst dit. Eerst dit. Dit is trouwens een heel geciviliseerde boom. Thuis hadden we er niet zo'n vertakte. Deze ziet er prachtig uit. Bijna net echt. Kerst begint eigenlijk voor alle Surinamers bijna hetzelfde. Het hele huis wordt schoongemaakt. En dat begint dus echt zo pakweg 2 weken van tevoren. En er is me nogal wat rommel opgeslagen het hele jaar door. Nou, dan begin je dus met schoonmaken. Iedereen, alle kamers, alles wordt echt schoongemaakt. Ik weet nog als kind van pakweg een jaar of 8, dan hadden we een houten vloer. En het werd geboend. Het werd dus echt geboend. En dan had je allemaal een stuk wat je boenen moest. En dan was het echt een beetje een soort weddenschap wie een stukje schoner geboend was. Dan gaat het hout zo helemaal, eigenlijk helemaal zacht worden onder je handen. Heel prachtig, heel prachtig. Nou, dat was dan de start van het kerstfeest. Dan wist je dat kwam eraan, moest allemaal schoon zijn. Want mijn moeder zei altijd, je moet schoon dat feest tegemoet treden, want het kindje komt schoon naar je toe. Later heb ik heel vaak ook nog aan dat ouderlijk milieu eigenlijk heimwee gehad. Iets van een hunkering van het eigen. Toen ik eenmaal in het leger was en daar ook helemaal mijn werk en mijn vreugde heb gevonden. Ik heb er heus niet altijd verdriet of zo gehad, eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb toch altijd dat hunkering gehad naar dat eigen gezin. Ik zei wel eens, dat is misschien niet zo aardig gezet, maar ik ben overal welkom, maar ik hoor nergens. Dat heb je toch als alleenstaande vrouw en als iemand die niet getrouwd is, sterker denk ik dan mijn broers en andere mensen ook, die een eigen gezin opbouwen.
En ik weet dat je nooit de nood van jaren ellende van mensen kunt lenigen met een kalkoen voor ze te bakken. Daar gaat helemaal niet om. Maar het gaat om het gebaar. En voor mij is het belangrijkste signaal te laten weten dat de mensen niet alleen staan. Dat ze niet alleen zijn in ellende. En dan kan ik wel naar Banja Luka gaan. Dan kan ik wel naar Mexico naar die arme kinderen gaan. Ik ben blij dat we dat met als land, als Nederlanders, gezamenlijk doen. Maar ik denk dat mensen in hun eigen omgeving veel voor elkaar kunnen betekenen. En ik geloof inderdaad dat als je met kerstfeest wat voor een ander doet, en ik zou dat niet alleen aan het kerstfeest willen verbinden, want ik denk altijd als je wat voor een ander doet, geef het jezelf ook een heel stuk vreugde. Want het kan ook nog heel goed zijn dat je juist om wat te doen voor anderen een veel mooier leven en veel meer innerlijk de vreugde ervan beleeft dan als je bij wijze van spreken alles alleen maar voor jezelf doet. Dat is helemaal niet zo leuk. Ik heb in mijn voorstellingsvermogen heb ik een heleboel wat ik kan doen. Maar ik doe het niet. Ik ben net zo sloom als velen met mij. Ik doe het niet. Ik denk niet zo vaak in de zin, de gedachte van, ik kom er niet toe of zo. Eigenlijk ben ik niet iemand die daarin gelooft, dat je er niet toe komt. Je zet je niet voldoende in om het voor elkaar te krijgen. Dus op basis daarvan denk ik dat ik nog veel meer zou kunnen dan ik doe. Maar ik ben niet ontevreden met wat ik doe. Dat wil ik erbij zeggen. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Als je denkt aan die eerste kerstfeesten met vrouwen en meisjes uit de prostitutie, dan moet ik zeggen dat waren natuurlijk hele bijzondere kerstfeesten. We hielden daar duidelijk de klanten en allerlei mensen, dus de mannen, eigenlijk buiten. Gedachte in nu, we begonnen dat in 1948. Dan zeg ik gedachte in nu, was dat misschien discriminatie geweest. Maar men nam dat en ze vonden het heerlijk dat het echt voor vrouwen en meisjes was. Ik heb er nog eens één keer een man in vrouwenkleren binnengehaald. Een vreselijke schik om gehad. Want wat gebeurde er nou? Ze hadden mij wel eens verteld, een man doet zijn knieën naar elkaar toe als hij een sinaasappel naar hem toe gegooid wordt en een vrouw maakt een schoot. Dat kan je dan merken. Dus ik heb even met sinaasappelen zitten spelen en inderdaad, er was één man tussen en ik haalde hem er zo uit. Mijn ouders hebben me christelijk opgevoed. Er werd niet gevloekt thuis. Dat is nou af en toe wel anders. Vooral in het verkeer. Ik denk dat het veel af voorkomt dat voor mij het christelijke geloof en ook andere geloven, want ik heb me in anderen helemaal niet verdiept, gewoon geen oplossingen geeft tot dusver voor de vragen die ik heb. Die hebben er niet. Die hebben niet voor mij een oplossing. En ik heb niks aan van de Heer heeft zijn bedoelingen met je. Ja, dag. Daar heb ik niks mee. Ik zou willen dat ik er wat mee had. Ik heb er dus niets mee. Ik geloof het wel. Mijn vader heeft zich helemaal rot gewerkt. Dat is op zijn 62, op zijn 65ste. Toen hij eindelijk, had geloof ik even kijken, had 9 maanden pensioen. Toen ging hij dood. Mijn moeder 62, laatste kind ging het huis uit. Een jaar lang, 2 jaar lang met mijn vader, hartstikke leuk gehad. En gaat dood. Ja. En dan 9 kinderen grootgebracht. En ze allemaal, er is niet één die werkloos is, allemaal aan het werk, allemaal bezig voor zichzelf, voor de maatschappij, voor wat dan ook. Geef jij maar antwoord, ik weet het niet. Ja, er komen natuurlijk momenten in je leven waarop je geloofsleven heel erg wankel gaat staan. En dat je denkt het vertrouwen kwijt te raken. Maar nogmaals, mijn geloofsleven is niet alleen gebaseerd in de Almachtige. De Almachtige openbaart zich voor mij
in mensen, in gebeurtenissen. Waardoor ik elke keer weer de kracht vind om door te gaan, om in die vorm van geloven in acht te nemen waar ik mij comfortabel bij voel. Ja, zou je dat gaan doen? Zou jij dat willen doen? Ja, dat kan ik wel doen. Als jullie daarmee eens zijn. Ik weet het altijd niet. Zoals bij vroeger bij ons in huis ging, was het... Heere zegen deze spijzen. En bescherm deze mensen bij alles wat ze doen. En help ze ook in de moeilijkste tijden. Eet maar. Goede tijd, slechte tijd, zeggen ze toch? Wat zijn? Goede tijd, slechte tijd, zeggen ze. Dit keer een goede tijd. Ja, vanavond even, hè. Maar weten de mensen waarvoor de dakloze krant is? Oh, jawel. Ja? Om de geinen te steunen die krant verkoopt. Ja. En ook, wel door tot ze. Ook het krantje zelf om mensen wakker te maken van, hé jongens. Dus ook nog een stille armoede. Is er nou eigenlijk een droom met kerstfeest? Kijk. Ik denk dat ik reëel genoeg ben om te weten dat door de eeuwen heen hebben ze allemaal oorlogen en geruchten van oorlogen gehad. En ik zou mooi zijn dat er een moment zou komen dat inderdaad de wereldvrede kwam. Maar ik hou mijn hart vast, ik ben reëel genoeg omdat ik zeg dat mensen schijnen toch in nieuwe generaties te komen. En mensen zijn eigenlijk zo van nature, zo... op macht uit en op hun eigen rechten uit, dat het schijnt dan toch niet, zolang de mensen op aarde te zijn, te lukken. En dan val je in slaap, maar in diepe slaap, dan trekken ze je van alles om je kop heen. Bij mij dan niet, omdat ik een hond. Ja. Beelden wordt gebeld. Goedenavond, majoor. Dag, meneer. U kent mij niet, ik ben Ernst, aangenaam. Ik ben Ernst? Ja. En hoe heet u nog meer? Ernst Daniel Smit. En Daniel Smit, nou, ze hebben me van u verteld. Nou, dat is leuk. Ze hebben me ook van u verteld. Ik heb u ook voor het eerst ontmoet. Ga er zitten. Er zijn nog braadworstjes, jongens. Nee, ze zijn geen braadworstjes. Er zijn nog braadworstjes bij. Ik wil geen braadworstjes. Ja, dat vind ik ook, hoor. Maar de dames gaan voor. Is het zomers? Zomers is natuurlijk bloedmooi, of niet? Als jij zachtjes wakker wordt en je hebt de hele nacht liggen zweten, maar je kan nergens douchen, moet je kijken hoe je voelt met twee dagen. Ja. En als je dan water. De hele dag op straat loopt, ik weet niet wat zwaarder. Ja, zwaarder. Dat is gewoon water. Ja, hè? Ja. Als je op dat moment geen water kan vinden, ja. Je loopt in een stad waar miljoenen liters gewoon de ja. Goudstein doorgaan. En je vraagt aan de snackbar, heb je een glas water of een bar? Dus kijk eens hier aan. Verboden van de politie. Ze komen met zoiets in. Ja, dan komen ze met zoiets. Of ze rijken een gulden voor een glas water. Dan begin ik te denken, hé. Kijk, majoor, ondanks het feit dat ik... Het is vanavond uw avond natuurlijk. Nee, het is ook uw avond. Het is jullie avond. Ondanks het feit dat ik mijn twijfels heb bij het hele verhaal... zou ik zo graag willen dat u een klein stukje zou willen doen van het kerstverhaal. Ja. Alleen maar voor mij. Voor mijn gevoel van het oude huis. Het oude huis waar ik zat. En dat we daar vroeger... Dat geloofden ze er wel in. Mijn ouders waren zeer gelovig. Dat is toch mooi? En ik vind het zo'n mooi verhaal, want het is natuurlijk, gaat een soort om Jezus. En het was niet een of andere halve zool die toevallig aan een stuk hout gespijkerd werd. De man heeft iets teweeg gebracht. Wat toch door de eeuwen heen is blijven bestaan. Dan dacht het wel. Het is ook heel prettig dat samen zingen rond die kerstdagen. En dat is wel iets wat heel bijzonder is, wat je hier eigenlijk een beetje kwijtraakt. Als je niet meer in echt gezinsverband kerst viert. Je hebt nu je eigen gezin. Maar de herinneringen van toen in Suriname,
bij het water, zingend. Ja, dat is dan toch... Wampi king mi feni tena baki ini da pe adi dong wang verwondru sani trudatori grani gados refiko. Mooi lied, hè? Ja, het is toch ook wat, hè? Zo'n kerstplek hier. Dat doet me dan toch heel erg het gevoel hebben dat ik graag in Suriname wil zijn met kerst. En opeens stond daar een engel des Heren bij hen. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie... Ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer, in de stad van David. En dit zij uw teken, gij zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in mensen des welbehagens. Nou. Dat was de geschiedenis van het, de zoon van God, het kind van Bethlehem. Dank u wel. Heeft het gebracht wat je hoopte? Ja, meer. Vertel je. Ja, het was heel bijzonder. Very mixed feelings. Ja, heel vreemd. Het is leuk. Je merkt toch dat de jongens en de meiden van de straat toch een groot afweermechanisme hebben. Waar je toch een groot panzer hebben. En waar ik ook niet pretendeer ook door te willen, hoor. Maar toch af en toe komen de momenten door dat je denkt van, hey, verrek, je zegt iets. Je zegt iets, weet je wel. Ja, ik was... Ja, het heeft mij heel veel gebracht. Sneeuwwitte bloem blijft in bloei en groei.